Nou, kijk of ik ook nog met teacups doe hier. Oh, ability ring. Nou, nice. Niet verkeerd. En de Panacea. Nee. Ik ben heel eerlijk. Ik krijg te veel crap. Ja, maar meer een deel heb je ook niet echt nodig. Laat ik ook even heel eerlijk zijn. Hoe dit overkomt op mij, is dat wat Sun and Moon doet voor Pokémon. Ja? Wordt zo hard je hand gehold. Van hier, heb je een AP boost. Hier heb je wat ability rings. Hier. Mm-hmm. Nou, maar op zich heb je niet zoveel aan die AP boost. Aangezien je al die abilities al gewoon makkelijk kan equippen. En je kan zelfs dingen unequippen die je nodig precies. Vindt. Volgens mij kan je ook flow motion, in ieder geval als je tegen de muur aan springt. Ja, dus het voelt ook niet van... abilities hebben veel zin, want heel veel van de dingen krijg je toch al. Ja, precies. Die kan je waarschijnlijk ook gewoon gelijk equippen. Dit vind ik ook interessant. I hope I'm wrong, but my family needs me. Sora, zeg je niet iets over het feit dat Hercules een familie heeft? Ja. Sora, I'm gonna fly ahead. En dat hij hier ook nog eens achterlaat. Nee, precies. Denk je echt dat hij hier blijft? Denk je echt dat hij terugloopt? Dad's king of the gods. Wait, what? En hij, zonder dat hij wat kan zeggen. Ja, precies. Hij vliegt gewoon al weg. Ja. Ah, zo. Zie je? Kijk, en dan krijg je een reactie. En dat hoort ook dat mensen ook gaan reageren op die dingen. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dankjewel, Donald. Kijk, maar dat vind ik leuk. Gewoon zo'n reactie van... Oh, maar hij is een god. En als je een beetje reacties krijgt van de mensen, een beetje interactie, en dat is leuk, niet van... Oh, oké. Verder. Flashback zit ook in de game. Nice. Ja, wacht even. Een flashback op iets wat misschien nog geen uur geleden al is gebeurd. Kom op, mensen. Ja, maar ze laten wel een beetje op zo'n manier zien dat je weet dat het een flashback is. En niet dat je nog een keer dezelfde cutscene ziet. Oh, dat is exact dezelfde cutscene. Oh, alleen kijk, veel zag je dat? Zag je dat? Gewoon van cutscene ga je naar gameplay. Ja, precies. De transitie is zo goed bedacht. Mm-hmm. Oh, die krijg je. Oh, Rock Titan. Oh, shit. Nou, en hier komt eigenlijk de wallrunning van Bas. Wat gebeurt er met die stenen dan? Oh, zijn die ineens verdwenen. Mm-hmm. Lekker. Oops. Nou, en dit... Kijk, volgens mij heb ik dit stuk... Ja, dit heb ik met de demo gedaan. Exact vanaf hier. Ja, maar dit was ook het standaard stuk wat ze zo vaak lieten zien. Dat moest ook al gewoon klaar zijn. Mm-hmm. Nou, hier kwam ik erachter. Oh, ik kan echt schuin rennen. Nice. Mm. Veel beter dan in die demo. Want toen kon ik alleen maar horizontaal en verticaal rennen. Ja, dan zie je ook gewoon dat soms in de demo nog dingen aanpassen. Ja. Maar goed ook. Mm-hmm. Anders was het echt, voelde het echt ruk. Nou, freerunning, daar is Sora ook wel goed in geworden. Nou, en hier wordt er eigenlijk helemaal niks meer gegooid. Of hij is gewoon helemaal blind. Ik dacht, weg met poppetje van Hercules. Mm-hmm. Ik vind het wel geinig, je ziet toch continu in de battle command, terwijl er eigenlijk niks is. Mm-hmm. Nou, maar we lopen een stukje verder en dan... misschien dat we dan nog wat tegenkomen. Ja, weg met Hercules en John Pick. Weg. Hey, chest. Ja, want daar heb ik ook tijd voor. Nou, het meest schijnige vind ik nog steeds, en heb ik niet in de vorige parts gezegd. Je pad wordt gewoon gevolgd. Op je map. Mm-hmm. Van hier kom je vandaan. Ja, zo van, dat kunnen we toch zelf uitvogelen? Het is leuk, maar... Nou ja, in sommige delen lijken gewoon op elkaar. En dan denk je, ja... Misschien is het wel handig om zo'n kaartje te doen. Nee, ik heb niks tegen die kaart, maar ik heb een beetje tegen van... Je kan ongeveer wel plaatsen waar je staat. Ja, oké. Okay, ja, ik vind het op zich een leuk idee, maar ik zit ook bij mezelf van... als je het weghaalt, zal er dan verschil zijn geweest? Nee. Nando, je hebt meerdere commands, gebruik ze. Ja, maar ik vind... Ik vind die second form leuk. Ja. Dit is volgens mij ook de enige wereld dat ik second form gebruik. Ja, dan ga je ook gewoon meteen naar de andere key, of niet? Ja. Oh ja, deze vind ik op zich wel geinig als idee. Mhm.
Alleen je hebt er niet zoveel aan, want als je ze raakt, dan vliegen ze op een gegeven moment de lucht in. Ja. En dan is het moeilijker om ze te raken. Maar ik, ja, ik vind het al sowieso ruk dat deze commands ook gelijk minigames zijn. Ja. Het idee is wel gaaf, maar ja, ik vond het niet echt passen. Nou, niet, ook dit stuk was ik nog niet eens achter dat ik ook gewoon de finish command kon doen en dat ik dan klaar was met dit stuk. Ja. Nou, gelijk item pakken. Ga je naar boven en dan ben je er ook al bijna. Ja, klopt. Kijk, daar is hij. Ja, meneer de Rock Titan, wat was je van plan? Want er is daar een cliff. Ja. Gewoon nog een keer stenen gooien alsof dat de eerste keer werkte. Ja, maar laten we even eerlijk zijn, hij is ook de enige Titan die echt niet voor anders kan. De Ice Titan kan met ijs dingen doen. Tornado kan air dingen doen. En de Lava Titan kan met lava spuwen. Wat doet de Rock Titan? Ja, ik gooi een rock. Steen. Nog een steen. Nog een steen. Nog een steen. Weet je wat ik wel echt gaaf vind? Ook toen ik die demo speelde en gewoon op die top kwam. De muziek die je zo meteen hoort. Moet je maar even luisteren. Ik weet niet of je moet kijken. Misschien dat je hem herkent. Hey. Ja, ik hoor het. Het heeft even een paar jaar geduurd, maar de deep end is weer gewoon terug. Mm. Volle glorie. Jammer genoeg de enige keer dat je het hoort in de game. Ja, ach. Ach ja. In ieder geval wel mooi dat ze dat gewoon weer terug hebben gezet. En eigenlijk is dit gewoon een joke. Als ja, maar laat eerlijk zijn. Dit is toch ook Titan? Die was in Kingdom Hearts 1 al een joke. En toen was het een van de latere bosses. Ja, true. Het is gewoon even een beetje hoog staan. En dan kan je gewoon losgaan. En hij echt de variatie in moves die hij doet verandert pas als je een van die poten hebt gebroken. Hmm. Pas op, Sora, je stort zo meteen met de cliff in. Ja. Gebeurt ook bijna. Ja. Nee, dat is kut. Het is nu een beetje tik, 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 tik. Bam, 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 bam. Hey, finish command. Gelijk uitvoeren. Second form. Ah, wacht. Nee, ik heb hem net neer. Nou, en hier zat ik ook... In die demo zat ik echt te kloten. Want je krijgt van die glinsteringen te zien hier, toch? Ja. Dus ik dacht, oh, ik moet gewoon springen daar naartoe. Maar ik viel er de hele tijd vanaf. Wist ik veel dat ik er gewoon naartoe kon lopen en dat ik dan daar... Ja, maar dat is wel uitgelegd, hè? Ja... In dat level is het uitgelegd in een gecontroleerde omgeving. Nou, niet zeg maar toen ik die demo speelde was het echt vanaf dat berg beklimmen, hè? Dus dat had ik niet meegemaakt. En dit is ook waarom alle mensen het leuk vonden van de attracties van Pudit. Ja... Gewoon die mountain coaster is gewoon heerlijk. Ah, raak ik ook nog mee. Dat is gewoon continu schieten op zijn hoofd. Volgens mij doe ik het nog niet eens heel goed. Nee, want wat ik ervan zie, doe je niet zo heel veel damage. Nee. Maar in die, wat ook een verandering is, in die demo deed het veel meer damage. Ja. En dit is gewoon gepland, maar wel gaaf. Ja, wat ik ervan uithaal hier is... Wat ik heb ingekregen is dat heel veel mensen het kunnen halen in één keer zo'n flare ding. Maar volgens mij moet je echt daar wel iets specifieks voor doen, want dit doet niks. Mm-hmm. Nee, dat had ik ook in die demo. Toen had ik hem ook in één keer gehaald. Met alleen maar die mountain coaster. En hier was ik gewoon echt heel scheef. Ja, ik merk het. Ja, en volgens mij ga ik zo... Ja, ik ging nu voor de finisher. Kijk dan zo. Ja, dat is toch maar belachelijk. Maar hij overleeft het. Nee, dat is natuurlijk. Dat is belachelijk. Nou, overleeft hij het en dan moet je weer die poten... op zich, dat ging ik toch al vanuit als zo better wordt het je dat moet doen. Maar ik ben wel heel eerlijk. Je hoeft die damage niet te... Je hoeft niet die chimney flat te doen. Je had het meteen die finish kunnen doen. Ja. Maar volgens mij had ik niet eens op de finish knop hoeven te drukken. Aangezien ik een ability daarvoor heb. Maar ja, dat is een beetje het hele punt. Als je kijkt naar alles. De demo voor Kingdom Hearts 3 destijds was ook... Op zich gewoon heel goed, maar ja, het is wel raar dat je dan zo'n stom verschil hebt met... De ene keer maak ik het wel af met een combo finish in de demo, maar in deze, nou, is goed zo. Ja,
Ze hebben het waarschijnlijk iets moeilijker gemaakt. Maar aan de andere kant, weet je, het beklimmen van de Titan gaat ook wat makkelijker. Vond ja. ik vergeleken met de demo. En vergeleken met de oorspronkelijke game. Want in Kingdom Hearts 1 was het... Gebruik Erako. Oké. Oké, en nu maak ik hem af met de flare. Nee, waarom ook niet? Hey, ja. Als het werkt, dan werkt het. En nu krijg ik de dinges voor Mountain Coaster. Fucking hell. Ja, echt. Maar dat is ook het hele punt van de attracties. Als hij dat Rock Titan. Ja. Tot in Kingdom Hearts 4, waar we het dan tegen weer gaan vechten. Ja. Ja, maar dat is het hele ding. Alle Titans komen waarschijnlijk alweer terug. Ooit op een dag. Maar dat zijn de makkelijkste bosses die je kan doen in... Nou, eigenlijk Olympus Colosseum. Nou, ik moet zeggen, die Ice Titan in Kingdom Hearts 1 was best wel lastig. Het was niet echt een makkelijke boss. Maar het was ook een van de... Het was ook een van de super... Zeggen dat het makkelijk was. Volgens mij heb je hem... Hoezo ja. heb ik hem niet gehaald? Ik heb hem wel gehaald. Maar... Niet in je let's play. Nee. Maar ik heb hem wel gehaald. Want uiteindelijk het enige wat jij moet doen is gewoon guarden. In principe wel, maar... Als je het kut timed... En je bijvoorbeeld aan het dodgen bent van die icicles die spawnt, dan... ik had autofinish niet aan. Goed bezig. En dat was dus... Daarmee kon je die autofinisher krijgen zonder dat je op die finish knop drukt. Misschien had ik die aan moeten zetten voordat ik de boss ging doen. Nando, opnieuw je met de fucking beunhaas. Ach ja, ik heb wel Defender op Goofy, dus dat scheelt. Oh ja. Potentially increase defense by 2 when your AP is at 25%. Zo van... Mogelijk. Ja, het wordt niet beloofd, maar mogelijk. Zo van... Ja, je weet je hetzelfde als een focus band in Pokémon. Ja, je zou het kunnen overleven met 1%. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Echt zo van, the fuck. Heb je zo meteen 2 HP over en dan ineens, kut, dat is niet de bedoeling. Vooral als je bijvoorbeeld een Rattata met focus band hebt. En ja, een mooie 40. Oh, rots. 1, 2. Er komt heel veel licht uit. Oh, wat mooi. Vind je ook niet? De hens erin. En nu heel grappig. <De hens erin. laughs> Nou, ik vind het wel mooi hoor. Vergeleken met zo'n saaie Colosseum. Met een keer klopt. Want als je even heel eerlijk bent. Olympus Colosseum. Heel een beetje zit te renten over. Het is alweer Olympus Colosseum. Mm-hmm. Maar het heeft wel de grootste diversiteit. Eigenlijk qua design mogelijkheden. Want je had de Colosseum zelf. In de oorspronkelijke games. Maar yep. Later kreeg er ook de onderwereld erbij. Wat een beetje een rare mengelmoes was van paars, blauw, et cetera. Qua kleuren. Nou, nu heb je Thebes, wat eigenlijk gewoon die Romeinse, Griekse stad is. Want de pilaren die je hier ook ziet, zijn Romeins en Grieks geïnspireerd. En het geinigste daarvan is, dat je zoveel kleurverschil hebt. Bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean. Was grijs. Oceaan. Grijs. Beetje groen. Misschien een keer groene door. Klein beetje bruin. Beetje daar onder water. Onder water bruin. Daar was hem. Nieuwe Heartless. Yay. Minotaurus. Passen zeker in deze wereld. Alleen ja, klopt. Heel vervelend dat ze ook zo'n armor HP balk hebben. Ja. Ik vind het wel jammer dat er niet zo heel veel van deze variaties zijn. Of als je kijkt naar de hele game. True. Want uiteindelijk, het Olympus Colosseum is een tutorialwereld. Nou ja, ze moesten een tutorialwereld hebben. En op zich, ik vind het beter dat dit een tutorial level was. Nee, ze hebben geen tutorialwereld nodig. Nou, je weet dat Kingdom Hearts 3 ook op de Xbox is uitgekomen, hè? Voor al die Xbox guys die nog nooit... serieus het hebben over dat mensen... nog steeds een tutorialwereld nodig hebben. Ja, nou ja, bij Pokémon niet. Maar bijvoorbeeld een speler die op de Xbox 360...
hoor je mij nou, Xbox 360? Oh, deze keer was Xbox 360. Oh, dan moet ik Xbox 360 even afstoppen, Nando. Voor mensen die een Xbox One hebben, die nog nooit Kingdom Hearts game hebben gespeeld, op zich is het wel handig om te hebben, zo'n tutorial wereld. Ja, weet je, persoonlijk zou ik liever een keuze willen hebben, dat je kan zeggen van, oh, ik ken die hele game nog niet. Kijk, Sherlock. Nice. En hiermee kunnen we de game breken. Ja. Hebt, maar... ja, dat zou het misschien veel beter maken. Nou, in dit geval hebben ze dat niet gedaan. We hebben de tutorialwereld eigenlijk al gehad in part 1. Dat was de tutorialwereld. Die rare, maar... dat rare portret ding, de Realm of Hupplepup. Ik ben nog steeds de naam kwijt, want ik heb geen idee. Volgens mij de Train Station of Awakening, I don't know. De Station of Awakening heet het toch? Nee, het is de Train Station of Awakening. Dude. Transstatie, treinstatie, treinstation van. Ja. Hey, Magic. Ah ja, het is. Nee, de Station of Awakening is voor Roxas. Toch ook voor Sora? Ja, het is van Roxas. Niet voor Sora. Nope. De andere twee zijn Stations of Serenity en Tranquility. Voor mij zijn Serenity en Tranquility hetzelfde, maar oké. Okay. Oh nee, oorspronkelijk heet dat The Dive to the Hearts. Ah. Ik heb geen idee hoe dat ding heet van Sora, eerlijk gezegd. Ik ook niet. Trouwens, ik weet niet of ik dit al heb gezegd, maar nogmaals mijn excuses voor de audio kwaliteit. Wink, wink. Ja. kijk, dit is op zich geinig. Normale mensen beginnen hem als een eerste let's play gaan doen, want dit is eigenlijk een eerste let's play. Dit was het eerste wat ik zelf ooit heb opgenomen, volgens mij met Elgato. Ja, en ja, natuurlijk gaan issues naar voren komen. Dat kan eigenlijk niet anders. Kijk, wat ik heb opgenomen met Elgato voor? Maar gewoon Pokémon Shield, als ik het goed heb. Ik weet het niet meer. Is die al uit? Oh, die is al lang uit. Even kijken, voor mij was het de allereerste longplays van TSG. Ah, dit is sowieso mijn favoriete attractie. Nando, die was uit 18 november. Wanneer was Pokémon Shield uit? Dit jaar. Vorig jaar bedoel ik. Ik bedoel volgend jaar. 15 november 2019. Laat maar zitten. Ik wil gewoon een statement maken. Jij en ik weten waar ik het over heb. Ja, nee, klopt. Misschien. We willen alleen in andere rollen vallen, maar goed. Ja. Boeit niet, maakt niet uit. We zijn nu bij de corridors. We kunnen een map oppakken daar, maar wat ga ik eerst doen? 7. Nog steeds 7 op 1 punt, Nando. Het gaat niet veranderen. Nee, klopt. Nee. Toch blijf ik het iedere keer zeggen. Ja, maar hoe wil je dat doen bij bijvoorbeeld een Legend of Zelda? Daar heb je maar 3 save-files. Ja, maar dan kan je ook maar 7 op de save die je opent. Ja, maar hier ook. Nee. Want ik ga maar 1 save-file gebruiken. Je kan er echt niet tegen. Nee, er zijn gewoon een paar dingen waar ik heel slecht tegen kan. Daarvan is dat. Puur en alleen maar omdat ik weet wat er kan gaan gebeuren als er dingen verkeerd gaan. Want ik pak even een stomme Mirage Session er even weer bij. Die heeft ook geen autosave optie. Dan moet je ook alles iedere keer hebben. Handmatig 7. Ja. Ik wil ook zeggen manual, maar ik wil weten wat. Fuck it, we houden het een keer bij Nederlands. Dat mag ook wel een keertje. En dan gaat het heel mooi. Krijg ik zo'n super enemy tegen. Gewoon shot. Kut, waar was mijn laatste save? 3 kwartier geleden. En dan ben je aan het opnemen. Dus is ook weer zo van fuck. Dit kan ik nog net niet hebben, jongens. Je kan het nog steeds dan in mijn ogen gebruiken. Alleen weet je wat je dan doet? Je versnelt het. Of nee. Ik bedoel, je plakt alles het eruit. Knippen plakken. Of je verwijdert alles en doet het opnieuw. Dat kan ook. Of je laat het zien waar je de fuck-up maakt. Je erkent het. En dan ga je opnieuw. Oh, nooit erkennen dat je een fout maakt. Nou ja. Ik wil alleen gewoon maar alles, zeggen. Gewoon, ik gewoon heb alles hier eruit snijden. Nee, ik heb hier ook toch erkend dat ik een fout heb gemaakt met audio. Ik heb net iets te veel de B hierin gegooid. Nando, we gaan nog wel
Er is al een serie waar ik moet erkennen dat ik fouten maak, dus... Oh, dat wordt heerlijk. Die serie heb je over mij te guk, ja. Die hebben we nog niet gedaan, toch? Die hebben we nog niet gedaan. Die komt nog online. Staat die op het lijstje? Die staat op het lijstje. Oh boy. Ik kan niet wachten. Waarschijnlijk vergeet ik het wel weer, maar ja. mijn geheugen kennende. Dus wanneer gaan wij in zo'n piratenschip? Nou, ik heb het met Hammer over gehad. Krijg ik jou in een attractiepark? Ja. Krijg ik jou in een achtbaan? Ik ga overal wel in, hoor. Oké. Okay. Alleen, ik vind die waterattracties wel kut, maar als ik gewoon een poncho of iets heb, dan doe ik het wel. Hang krijg ik niet in een achtbaan. Hang krijg ik in dingen van G-krachten, maar hang krijg ik wel in die waterdingen. Jou krijg ik dus in alles, maar niet de waterdingen. Ja, ik hou gewoon niet van nat worden. Ook niet als het 25 graden is en je binnen 5 minuten bent opgedroogd. Nee, ik denk niet dat het in september 25 graden is. Weet je niet. We zullen zien. Ik denk dat ik uiteindelijk met peer pressure wel meega. Ja. Dat gebeurt wel vaak. Oké. Ik denk dat ik hier niet goed wist wat ik moest doen. Oké, dit wist ik nog wel, ja. En dan kom je bij zo'n pakketje en je denkt, oké, ik moet hem openbreken. Hoe breek ik het open? De gemiddelde temperatuur in september is 14,5 graden, maar het kan oplopen overdag tot 20 en 25 graden. Fuck jou, je droog wel. Je wil gewoon je gelijk hebben, hè? Godverdomme. Als ik feiten kan vinden die me gelijk geven, zoek ik feiten. En als ik feiten kan vinden die me ongelijk geven, zoek ik die ook op, want ik krijg een heel mooie discussie. Altijd die discussie. Jordi, what the fuck moet ik hier doen? Ja, dit vind ik nog steeds een van de raarste dingen van... Want voor mij, dit is ook de enige keer dat je echt hebt in Kingdom Hearts 3, dat je echt zo zit van, the fuck moet ik hiermee doen? Alleen wat je hier moet doen is een stuk naar boven gaan en via de airstepping. Maar je krijgt niet echt een duidelijke instructie van wat je met die airstepping eigenlijk moet doen. Wat is echt pas de eerste instructie van, hey, airstepping, kan je doen? Want volgens mij is dit ook nieuw, toch? Dit hebben we nog niet gehad. Want het is eigenlijk gewoon een uitbreiding op de shotlock commands die je had. Maar ja. Kan super handig zijn voor enemies of bosses. Gebruik dat hier heel vaak? Ja. Nee. Ja. Nee, volgens mij gebruikte ik hem niet zo heel vaak. Nee? Hoor. Nee. Volgens mij niet. Volgens mij was ik heel erg minimalistisch. Maar volgens mij heb ik hier dit stukje een beetje doorgespoeld. Maar ik zie nog niet echt op het moment dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus eigenlijk zitten we naar niks te kijken. Ja, nou, laten we even heel eerlijk zijn. De wereld die je hier hebt qua eigenlijk de godenwereld of Mount Olympus, hoe je het maar wil noemen, is heel mooi. Alleen maar rijdt heel snel de weg van waar de fuck je naartoe moet. Ja, inderdaad. Maar laten we kijken naar de map. Niet echt duidelijk. Ik zie ook niet zoveel. Maar weet je wat wel leuk is? Dat we er kunnen kijken hoeveel pijn ik eigenlijk moet hebben gehad toen ik hier was. Kijk, en dat is op zich wel iets... Hoe de fuck? Dit is op zich wel iets schijnig wat ze in Xenoblade hadden gedaan. Ah, jezus. Oh, nu komt de versnelling dadelijk in. Wat ze in Xenoblade hebben gedaan, want daar heb je letterlijk gewoon een gele stippellijn van hier moet je naartoe. Hoe willen ze dat doen als je omhoog moet? Ik zit eigenlijk aangeven naar de trap om naar boven te gaan, of de portaal wat je nodig hebt om naar boven te gaan, of de gijzer die je nodig hebt om naar boven te gaan. Dus dat doen ze allemaal goed. Kijk, in de oorspronkelijke game was het, hier heb je een pijl. Ga 230 kilometer die kant op. En als je dan niet ziet, dan schiet je niet aardig op. Ja, let niet op waar ik net naar zat te kijken. Niet interessant. Hier, even een beetje grinden. Trrr. Ja. Oh, wat is dit lekker om naar te kijken. Ik weet niet, joh. Toch even, ik moet steeds niks zeggen. Puur alleen maar vanwege die andere serie. Het kan werken, maar als je het 1000 keer versnelt, dan kan je niet meer kijken. Maar op zich, dit is nog te doen, toch? Ik verwijs je naar mijn Yu-Gi-Oh! Let's Plays. Daar versnel ik ook soms gewoon de boel en zeg ik ook gewoon van fuck it. Oh, die wordt bijna geüpload op dit moment. Kijk, nou maar fucking Forbidden Memories. Dat deed ik exact hetzelfde. Dit is letterlijk hiervoor, toch? Forbidden Memories was hiervoor, ja. Ja. Dat was ook zo van, sommige tools duren zo lang. Maar die game is ook zo, speelt ook zo vals. Nee, af en toe heb je gewoon games die vals spelen. En in dit geval was het gewoon het level wat vals speelt. Nee, het level speelt niet vals, je bent gewoon blind.
Is het vaker gebeurd dat ik hier zo vast zat in een andere save-file die ik heb gemaakt? Nee. Ja. Ik heb van mijn fout geleerd. Ja, jij wil dat het nee is. Ja, tuurlijk. Dat ik het niet heb geleerd, maar ik heb het wel geleerd. Dan krijgen we zo'n mooie vraag. Oh, hey, Jordi, weet je nog hoe je dit moest doen? Ja, dit. Oh ja, shit. Volgens mij heb je het nu over Harm. Jullie beiden hebben het. Waar heb ik het dan? Ik kan wel meteen geen voorbeeld verzinnen. Ja, nou hier. Bam. Oh, en nu kom ik bam, er wel achter. Heb uiteindelijk een fucking oplossing gevonden. Dat doen we niet, hoor. Ik deel langzaam. Oh, ik voelde me zo stom op dat moment, hè. En toen dacht ik, oh, oké. Okay, nu vat ik hem. Prachtig, toch? Oh, kijk, allemaal titanen. Maar doen we de volgende part. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat eens.